De film leek me zo saai, ja. Dat is ook een probleem. Ik bedoel, Mario games zijn superleuk, alleen Mario zelf als een karakter. Als je niet zelf kan spelen, ik bedoel, hoeveel cutscenes van Mario die... Eigenlijk gewoon, je moet de hele Mario film, de echte animatiefilm die uit gaat komen, moet je gewoon zien als Mario, gewoon cutscenes van Mario, zoals Mario Odyssey. Zo moet je het zien. Dat is hoe die film gaat worden. En dan voor 2 uur zo wat lang. Dat is het. 2 uur lang als het echt een hele, hele lange film wordt. En niet zomaar een half uur film, zoiets, weet je wel. Maar als je echt gewoon een hele film daarvan wil maken, dat is dan meerdere uren lang achter elkaar gewoon... Het is echt eerst gewoon moeten kijken hoe Mario werkt, sowieso met animatie tegenwoordig. Wat ze kunnen verzinnen met een vijf afleveringsserie van 5 minuten per aflevering, zoiets. Op YouTube, dat hadden ze moeten doen. En sowieso heb ik er geen vertrouwen in dat Illuminations hem maakt. Ik bedoel, Illuminations die... Oké, verschrikkelijke ik 1 en 2 die waren wel oké. Ik heb wel op een bepaald niveau genoten van die films. Weet je, ze hebben toch wel wat grappigs. Alleen Illumination, die... Hun doel is letterlijk gewoon zo goedkoop mogelijk films maken. Omdat ze hem zo goedkoop maken, betekent dat ze ook meteen heel veel geld eraan verdienen. Want ze maken een film heel goedkoop en verdienen er heel veel geld aan. Dat is Illumination. En daar maak ik me zorgen over. Want dat is niet de kwaliteit die Mario is. Mario is niet de cheap...